Vandaag maakt u kennis met Sidetrack, de zeer innovatieve GGZ-instelling waar PTSS, posttraumatische stressstoornis, in slechts 8 dagen wordt behandeld in plaats van in 1 jaar of 1,5 jaar. Ons uitgebreide team zeer enthousiaste psychologen is volledig gespecialiseerd in psychotrauma. Wat is nu de bijzonderheid van Sidetrack? Wat maakt Sidetrack nou de meest innovatieve GGZ-instelling in Nederland? Sidetrack is een gespecialiseerde GGZ-organisatie helemaal gericht op het behandelen van PTSS. Een posttraumatische stressstoornis loop je op nadat je een hele gevaarlijke, ernstige gebeurtenis hebt meegemaakt. Je kunt heel veel voorbeelden bedenken van mensen die PTSS oplopen. Sidetrack heeft zich volledig gericht op het behandelen van PTSS en is een innovatie gaan onderzoeken die de afgelopen jaren verricht is op Oxford University. Daar hebben we een enorme goede resultaten mee geboekt. Ongeveer 70% van de patiënten zijn in remissie na die 8 dagen. Dat betekent dus dat de PTSS-klachten zodanig laag zijn dat ze geen PTSS meer hebben. Dat ze in feite PTSS-vrij zijn. Want als je dat kunt, dan kun je enorm veel tijd besparen, enorm veel ziekteverzuim besparen en vooral heel veel leed besparen. Dat is een hele bijzondere innovatie en voorlopig is Sidetrack de enige organisatie in de wereld die dit programma tot uitvoering brengt. Als we nou kijken naar de komende taken die we hebben, we willen dus het aantal patiënten wat we kunnen behandelen uitbreiden. We kunnen nu ongeveer zo'n 500 patiënten per jaar behandelen, we willen dat uitbreiden over 1800. En wat we ook willen doen is dat we veel meer mensen gaan trainen in het uitvoeren van de Sidetrack behandelmethodiek. Maar daarvoor hebben we heel veel hulp nodig, heel veel investeerders nodig die Sidetrack innovatie willen ondersteunen en willen meedoen als aandeelhouder.